toe was? Ja en nee. Mijn naam is Kevin Mitz en ik ben onderzoeker aan ID Lab, een onderzoeksgroep verbonden aan de Universiteit Antwerpen en IMEC. Wij doen onderzoek naar artificiële intelligentie en werken samen met Recupel om computervisietechnieken in te zetten voor de verwerking van elektronisch afval. Nee, we zien net dat afvalbedrijven en partijen zoals Recupel steeds willen innoveren om een efficiëntere verwerking mogelijk te maken, om de materialen nog meer terug te winnen en ook hogere kwaliteit te kunnen bieden. Ik denk dat AI enorm veel kan bijdragen bij het recycleren van elektro. Het project dat we in samenwerking met Recupel doen, is om eigenlijk computervisie te gebruiken om heel accuraat en gedetailleerd toestellen te herkennen. Wat wil dit zeggen? Dat op basis van verschillende camerabeelden die de toestellen vanuit allerlei hoeken kunnen fotograferen, eigenlijk automatisch kunnen herkennen welk toestel dit is. Nee, er zullen misschien een aantal jobs gedeeltelijk door een AI gedaan worden, maar dat zal nieuwe kansen creëren, nieuwe mogelijkheden qua jobs. Ik denk niet dat het zo'n snelle vaart zal lopen dat we allemaal angst moeten hebben voor onze job. En eigenlijk denk ik zelf dat de AI meer een hulpstuk, een tool zal zijn in plaats van ons te gaan vervangen. Dat hangt zeer sterk af van de job, denk ik. Sommige jobs kunnen perfect geautomatiseerd worden door een robot. Andere jobs gaan de unieke skills van een mens steeds nodig hebben en zal de robot het toch niet kunnen overnemen, of toch zeker niet in de nabije toekomst.